En de BEP zal meewerken aan het kiezen van de president en de vicepresident in het parlement. De partij vindt dat de nieuwe regering zo snel mogelijk in het zadel moet komen. In een persbericht benadrukt de BEP ook dat ze bezorgd is over de schrikbarende toename van het aantal COVID-19 geïnfecteerden. De partij vindt dat de hele samenleving er alles aan moet doen om een grotere uitbraak te voorkomen. Ook waarschuwt de BEP voor ongekende en ongecontroleerde sociale en economische effecten als gevolg van de pandemie. Ten slotte stelt de partij dat de nieuwe regering snel moet aantreden, omdat de samenleving uitkijkt naar een coronadebat in het parlement als onderdeel van de steeds veranderende situatie.